Vincent Bijlo. Weet je nog van het oude normaal? Het oude normaal, de anderhalve centimeter samenleving. VC, voor corona was dat. Het was de tijd dat je nog dirigenten had. En die dirigenten stonden voor een orkest of een koor. Sinds vandaag heb je terrasdirigenten. Ik ben ontzettend benieuwd hoe die vanavond het bezopen orkest met de drankorgels gaan dirigeren om afstand te houden. Dat lukt natuurlijk voor geen anderhalve meter. Dat was de damdirigenten vanmiddag van kick-out COVID-19 al niet eens gelukt. Het oude normaal, weet je dat nog? Dat je in een stiltecoupé zat en dan zaten mensen te oude hoeren. En dan dacht je, waarom hebben die mensen geen mondkapjes? Dat probleem is sinds vandaag opgelost. Het zijn geweldige dingen trouwens. Die mondkapjes, fantastisch. Je ruikt namelijk eindelijk eens dat anderen altijd ruiken dat jij uit je bek stinkt. Het oude normaal, dat je na het zingen de kerk uitging. Het oude normaal, waarin je nog geen drive-in uitvaarten had. Dat is trouwens een uitkomst voor de dode die wat verder weg is. Dan rij je zo'n drive-in ding in z'n twee. Je gaat door die afscheidsstraat in z'n twee. Je toetert, tat, 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 tat. Je zwaait en klaar. Het oude normaal, de tijd dat je nog naar concerten ging. En dan zat je met z'n allen in een zaal, moet je het even voorstellen. En dan maakten mensen op een podium muziek. En die speelden dan bijvoorbeeld een sonate. En tussen die delen van zo'n sonate, dan ging dat hele publiek. En dat deed ze zonder kuchschermen. Honderdduizenden mensen tegelijk. Ook als er een griepje heerst of een verkoudheid. Dat deed je gewoon. Je nam dat risico. Dat kun je nu echt niet meer voorstellen. Mensen zongen in het oude normaal. Die spoten aerosolen die zaal in. Maar nu, we moeten zingen in onze elleboog. En wat doet het rijk? Sierteelt, friet aardappeltelers, luchtvaart, die zijn belangrijk. Zingen in je elleboog, het nieuwe normaal. Het nieuwe normaal, het is eigenlijk het nieuwe abnormaal. Want nu blijkt pas hoe besmettelijk het C-woord is geworden. Het C-woord, cultuur. Dat was het natuurlijk al in het oude normaal. Sinds 10 jaar was dat ongeveer onder die staatssecretaris van cultuur die niets met cultuur had. Maar die man die bleek wel een geweldig cabaretier te zijn. Die had zo'n verhaal en dat heeft hij waanzinnig uitgespeeld. Dat hij in die dacha bij Poetin was geweest. Dat deed hij zo geweldig, die man. Hij zou eigenlijk nu een reisbureau moeten beginnen. Dacha reizen. Ga naar plaatsen waar je nooit geweest bent. Dat is volkomen corona-proef. Halve Zolstra, zo heette die man, ja. Halve Zolstra, die is zelfs als een hooligan gaan bezuinigen op kunst en cultuur. En iedereen moest zijn eigen broek maar ophouden, behalve natuurlijk de opera en de topmusea, omdat daar namelijk veel VVD'ers komen en die profiteren natuurlijk toch graag van hun eigen subsidie, nietwaar? Dus eigen broek ophouden, dat moesten wij allemaal, dat lukte ook best heel aardig. Maar nu worden juist die mensen die dat gelukt is, getroffen. Het kruis zakt, het komt steeds lager te hangen. En die 300 miljoen steun, die overigens pas na heel lang zeuren werd toegezegd. KLM had toen al lang zijn 4 miljard binnen. He, dat was al 2 weken eerder. De sierteelt, de frietaardappelen, ook al geregeld. De frietaardappelen, dat was een verhaal, man. 1 miljard kilo frietaardappelen was over. En de overheid koopt die aardappelen op voor 6 cent per kilogram. Rutte is aan het bakken geslagen in de Ridderzaal. Patatjes Kapsalon, die mogen ook weer. En vanmiddag om 12 uur heeft hij het frietloket geopend. 300 miljoen naar cultuur. Maar die 300 miljoen gaat met name naar gesubsidieerde instellingen. Terwijl 70-80% van de voorstelling op de Nederlandse podia, die komt van vrije producenten. Die hebben daar gigantische bedragen in geïnvesteerd. Worden daar niet voor gecompenseerd of nauwelijks voor gecompenseerd. Er staan er al een paar op omvallen. En schuldeisers dreigen dan die bedragen op privépersonen te gaan verhalen. En die vrije producenten die verschaffen ook tienduizenden mensen werk. Er zitten heel veel ZZP'ers bij die door die regels van de overheid niet in aanmerking komen voor steun. Omdat hun bedrijf namelijk op hun eigen adres staat. En dat mag niet voor de regels. De regel is zo dat je alleen maar steun krijgt als je een ander adres hebt voor je bedrijf. De overheid gaat er namelijk van uit dat iedereen op kantoor zit. Terwijl je ook gewoon thuis in je tuinkantoor
kunt werken, nietwaar? Ik sprak vanmiddag zo'n vrije producent. En die zei, het lijkt wel of Den Haag het best vindt zo'n massaal balenverlies in deze sector, om in de komende jaren gewoon wat extra te kunnen gaan bezuinigen. Die sector was namelijk sinds Halbe Zijlstra al tot op het bot uitgekleed. En de gemeenten die komen nu natuurlijk ook in de knel. Want die denken, ja, wij moeten straks kiezen tussen een theater, een cultuurcentrum, of de jeugdzorg. En dan kiezen wij voor de jeugdzorg. En die vrije producent zei tegen mij, binnenkort zijn de enige Nederlandse theaters die nog open zijn, de Vlooien Theaters. En is het nou echt zo cynisch? Is het zo cynisch dat ze denken, laat ze die instellingen maar omvallen, want dat scheelt weer een hoop geld? Ik wil daar niet aan. Nee, ik wil daar niet aan. Zeker niet als er iemand van D66 op cultuur zit. Dat zou toch onze cultuurpartij moeten zijn. Die culturele instellingen, dat zijn een dominosteen, jongens. En als die dominosteen omvalt, dan gaat er veel meer omvallen. Die moeten gered worden, whatever it takes. Zei minister van Engels over dat? Nee, dat zei Hoekstra over KLM en Schiphol. En wij mogen het van minister van Engelshoven niet steeds hebben over die KLM. Dat moeten we er niet steeds bij slepen. Want ze zegt namelijk, je moet niet te lang treuren over wat je niet hebt gekregen. Je moet kijken naar wat je wel hebt. Heeft iemand dat ooit tegen KLM gezegd? Oké, nou ja, goed. Okay. Ik moet positief zijn. Hè. Alles moet tegenwoordig positief. Dus ik ben positief. Ik kijk naar wat wij wel hebben. Wij hebben tickets waar in tegenstelling tot de luchtvaart wel BTW op zit. Wij betalen in tegenstelling tot de luchtvaart wel accijns op onze brandstof. Wij doen wel ons best om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Er zijn meer mensen in de cultuur werkzaam dan bij de KLM. Wij maken geen condensstrepen. Wij houden geen mensen de hele nacht wakker. Wij stoten stukken minder CO2 en stikstof uit. Wij zorgen voor een aantrekkelijke stad. Wij laten dingen gebeuren in de stad. Cultuur staat in het hart van de economie. En dat is nou de fout die beleidsmakers keer op keer maken. Ze zetten de cultuur naast de economie, zodat je cultuur en economie hebt. Nee, jongens, het zit erin. Cultuur is de geestelijke infrastructuur van ons land. En die brokkelt onder onze handen af. Er vallen gaten in. En die gaten moeten gedicht worden. En met een goed, stevig, doortimmerd plan. Het is geen vrije tijd, het is ons werk. En wij werken om de vrije tijd van al die andere werkenden en al die andere vrijwillig werkenden en al die andere niet-werkenden, hè, of ze nou boer zijn, of piloot, of grondstewardess, of sierteler, van alles. Wij werken om dat die vrije tijd voor die mensen leuker te maken en om die mensen op te laden. Wij zijn de batterij. De mensen, er zijn er natuurlijk die dan zeggen van ja, maar die cultuur die hebben we allemaal niet nodig. Ik kijk wel tv. Maar wat zie je daar op die tv? Cultuur. Je ziet daar cameramensen, je ziet daar acteurs, je ziet daar regisseurs, je ziet daar visagisten, je ziet daar cateraars. Iedereen die meewerkt aan die televisie komt uit de cultuur. Er vallen gaten in de wegen van ons welzijn. Aan het werk, minister. Repareer. U klinkt zo gelaten. In het begin zei u al, toen de theaters net gesloten waren, toen zei u, dit seizoen is verloren en ik kijk met pijn in mijn hart naar de gidsen voor volgend seizoen. Come on, power, geest, vuur, inspiratie. Sta voor ons, sta achter ons, whatever it takes. Breng de swing terug in de wereld. Breng de wereld waarin wij zijn murf gebeukt door de eenheidsworst van alles waar wij bij moeten horen. Breng alles wat passé is maar weer terug. Maak jazz, dans, adem in deze condensstreeploze lucht. Kijk om je heen. Je ademt, dus je bent. Je bestaat. Je bestaat niet bij de gratie van je image. En niet bij de gratie van je nieuwe telefoon. En niet bij de gratie van je rondreis door Mongolië of Tibet of de Sahara. Zet een jurt op in je tuin. Een tipi op je dakterras. Een wigwam op plantsoen.
en blaas de didgeridoo. Zing je eigen gezangen, koop een djembe en niet voor de therapie. Knijp in je wangen en voel ze blozen. Ontspan je gezicht. Kijk in de spiegel en zie nou eens niet wat je niet wil zien. Leer dat je spiegelbeeld wel lijkt. Want jij bent het die je ziet. Jij bent het die je ziet. Je ziet jezelf. Je bent gemaakt van cultuur. Fijn dat je even aankomt schuiven, Vincent. Dag Gijs, goedenavond. Hallo, wat fijn dat je er bent. Vincent Bijlo, een vlammend betoog heb je net gemaakt. Theatermaker, je bent natuurlijk columnist, radiocolumnist voor het AD. Je hebt prachtige stukken onder andere over mijn programma gemaakt. Over ja, ik heb ook wel eens een vernietigende recensie over jou. Nee, dat was best een aardig stukje, toch? Ik wil net zeggen, ja. Ik ben er alleen maar beter voor geworden, dus dat is heel fijn. Ja. Veel voorstellingen die afgezegd zijn. Eerst wil ik even van je weten, doet het kabinet iets? Doet het kabinet het goed, of niet? Nou, nee, het kabinet heeft veel te laat opgetreden. Het is een veel te versnipperd beleid wat ze voeren. Wat ik zei, het meeste geld gaat naar gesubsidieerde gezelschappen. Terwijl al die ZZP'ers en al die makers en die vrije producenten, die zijn heel erg de klos natuurlijk. Ja. Het is ook heel moeilijk om het goed te doen. Maar wat je wel zou kunnen doen, is veel eerder, dus meteen al met de hele sector gaan praten en kijken hoe kunnen we een soort deltaplan maken om die cultuur te redden, want dat is echt nodig. Ja, want Marcel Janssen, directeur bestuurder cultuurbedrijf Noordoostpolder, die zei, er moet eigenlijk een soort nationaal cultuurakkoord moeten komen. Ja, dat moet een mooi begrip. Ja, het cultuurakkoord, dat lijkt mij ook heel goed. Er moet ook een fonds komen waarin al die makers en die vrije producenten, want er bestaat nu ook nog helemaal niets van omzetcompensatieschade. Wat die boeren bijvoorbeeld wel hebben met die frietaardappelen, die miljard kilo. Ja. Dat hebben wij niet. Nee. Er is, als vrije producent kan je wel geld krijgen, een beetje, maar dat is voor toekomstige producties. Ja. Maar niet voor de huidige schade die mis. Ik sprak vanmiddag iemand die heeft 2 miljoen euro in een musical geïnvesteerd. En die musical is halverwege afgebroken. Dat, mm-hmm. dat geld is gewoon weg. Ja. Maar ben je jaloers op de KLM? Nee, niet jaloers. Nee, is dat een verkeerd woord? Nee, of, nee, ja, weet kijk je, maar een beetje scheef dan naar de KLM. Het is een beetje een raar idee dat je eerst zo'n vliegtuigmaatschappij naar de markt brengt als overheid. Vervolgens denk je van, oh jezus, misschien gaan ze Schiphol wel verlaten. Dan koop je eerst voor 640 miljoen aandelen. En een jaar later moet je er nog 4 miljard in doen. Waarvan helemaal niet zeker is of dat ooit terugkomt. Omdat je niet weet hoe mensen gaan. Of mensen nog wel gaan vliegen natuurlijk. Ja. En die Fransen, ja, maar die hebben volgens mij veel meer te zeggen in die hele holding dan KLM zelf. Ja. Eén ding wil ik nog even van je weten. Gaan we weer terug naar het oude normaal? Nou, ik hoop dat we naar een ander normaal teruggaan. Want ik vind dat we echt... Wat wordt het nieuwe normaal? Het nieuwe normaal moet wel... Kijk, we moeten natuurlijk veel meer ruimte gaan geven aan elkaar. Veel meer lucht. Zo'n meer fileloze tijd is prachtig. En... Ja, ik hoop wel dat we qua kunst en cultuur wel teruggaan naar het oude normaal. Dat we gewoon mooie volle zalen kunnen hebben. En dat we, wat is er nou leuker dan schouder aan schouder een hele avond in een dampende zaal zitten te lachen of te huilen of te doen. En als dat gehoest niet meer in die zaal te horen is, dat zou helemaal fantastisch zijn. Ja, natuurlijk. Zodra dat gehoest weer kan, dan zijn we totaal gerust. Ja. Ja. Vincent Bijlo, dankjewel voor je komst. Je gaat ook tekenen. Tekenen op het bord, ja, om tekenen. Natuurlijk voor ja. het aantal deelnemers nog groter te maken voor deze virtuele actie. Hallo. Hoi. Dit is Mariska. Dag Mariska. Hi. Hallo, ik ben Gijs. Je werkt ook voor cultuur. Ja. Oh. Nou, heel fijn. Voor hoeveel mensen ga je tekenen, Vincent? Hey, ja, dankjewel. Voor hoeveel mensen ga je tekenen? 50 man. Ja. 50 man. Vincent Bijlo, dames en heren. Nee, 51. 51 man. Oh. Dankjewel. Ja. Hoe groot mag het, hè? Ja, dat is lekker groot.
pizza. Yeah.